Afgelopen maandag om een uurtje of één laat ik mijn hond uit. Ik kom vanuit het trappengat, kom ik naar beneden. Ja, mijn hond trekt altijd heel erg naar het eerste grasveldje. Om daar de eerste behoefte te doen. Nou, mijn dochter die wacht in eerste instantie gewoon eventjes hier, tot ze mag oversteken van mij. Nou, we steken over. Vervolgens til ik haar op. Omdat deze weg die is heel erg druk, die Diependaalse laan. En ik til haar op en ik loop naar de overkant met de hond. Merkte je hier al iets aan je dochter? Nee, ik merk hier eigenlijk nog helemaal niks. Ik liep mijn hond uit. Ik ben deze kant op gelopen via het stenen paadje. Vervolgens, mijn dochter die loopt altijd iets voor mij. Die loopt altijd een meter of zeven, die gaat altijd lekker rennen. En ik voelde dat ze iets aan het doen was wat niet mocht. Dus ik draai me om en ik zie dat mijn dochter ruikt aan iets van een bedje of iets. Dus ik zeg aan mijn dochter, hé, niet doen hè. En ik loop naar haar toe en op dat moment steek ze het in de mond. Nou, ik ben gelijk naar haar toe gerend. Ik heb het uit haar mond gehaald met mijn vinger op deze manier. Nou, vervolgens zie ik in haar nabije omgeving zie ik een klein doorzichtig zakje liggen. Met een andere rode substantie erin. Dus ik heb direct mijn vingers afgeveegd in dat zakje. Ik ben naar boven gegaan naar mijn huis. En ik heb daar direct de ambulance gebeld. Nou, de ambulance die kwam te plaatsen. En die had het idee dat het ineens als een rode knol was. Nou, wat het is, dat weet ik niet precies. Maar wat was er op dat moment met haar aan de hand? Wat zag u? Nou, in eerste instantie zag ik nog helemaal niks. We zouden die middag lekker samen gaan zwemmen. Alleen op een gegeven moment zat mijn dochter op de bank. Is het heel wazig voor zich uit te kijken. Nou, toen heb ik de ambulance al gebeld. En toen dacht ik van dit is gewoon echt niet goed. Dus ik heb dat zakje uit mijn zak gehaald. Op de aarde gelegd zodat de ambulance dat mee kon nemen om te gaan onderzoeken. Ja, later bleek in het ziekenhuis dat het amfetamine was. En dat zit meestal in ecstasypillen. Dus die heeft hier gelegen? Ja, ik heb zelf het idee dat het bij het fietspad gelegen heeft. Het is namelijk een doorgaande route richting het centrum. Ja, en aangezien de substantie al heel erg nat was, heb ik het idee dat het van het weekend al gelegen heeft. Dat heeft van het weekend natuurlijk ook geregend. Maar dat weet ik niet, dat is voor mij echt gissen. Hoe is het nu met haar? Ja, nu gaat het redelijk goed. Ze heeft de eerste nacht op de intensive care gelegen van het AMC. Puur om even te kijken van wat doet het lichaam, hoe gaat zichzelf ontwikkelen. Moeten we haar iets geven waardoor zij waardoor ze weer helder wordt. Nou, dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Dus ze hebben ervoor gekozen om gewoon het uit te laten werken. Ja, en ik begreep dat ik toch wel veel uit de mond heb kunnen halen. Omdat een heel ecstasypilletje dat zo'n klein kind van 2,5 mogelijk niet overleven. Ja, dus het is een redding geweest. Ja, ik denk het wel. En ik krijg gelukkig veel steunbetuigingen op Facebook en op andere mailtjes, telefoontjes. Doet me hartstikke goed. Helaas zijn er ook andere mensen die wat minder positief zijn. En die vinden dat ik mijn kind niet verdien. En dat is wel heel erg pijnlijk. En dat doet je als vader wel pijn, moet ik zeggen. Ja, wat gaat er achteraf door je hoofd, wat er is gebeurd? Nou, ik heb het is nu woensdag en maandag is het gebeurd. Ik heb gewoon twee nachten bijna niet geslapen. Je speelt elke keer het filmpje af, wat kan ik anders doen, hè? Wat zou ik kunnen doen? Ja, dit is gewoon een hartstikke dom ongeluk. Ja, en ik heb haar continu eigenlijk in het zicht gehad. Alleen een kind van twee, die pakt eigenlijk van alles van straat. Ze weet dat het niet mag, het mag ook niet. En daarom deed ze het ook stiekem achter mijn rug om. En liep ze niet voor me uit, want ze wist dat ze iets deed en niet mocht. Maar eigenlijk zegt u, je kan het niet. Eigenlijk zegt u, je kan het niet voorkomen als ouder. Ja, het is lastig te voorkomen. Het is natuurlijk, het kan iedereen overkomen. Kijk, het is alleen belangrijk, denk ik, dat als je gaat stappen en je wilt wat gebruiken, dan moet iedereen lekker voor zichzelf weten. Als je die troep wilt slikken, dan laat het niet slingeren. En dat, helaas komt dit gewoon wel eens voor. Ja goed, dan is de eerste keer nu overkomt het mijn dochter. En ik hoop gewoon dat het geen enkele ouder overkomt dit. Want dit is je ergste nachtmerrie. In ieder geval voor mij als vader wel. Ik begrijp dat u ook de school heeft gewaarschuwd hier in de buurt. Is, via de wijkagent is de contacten allemaal gelegd met de scholen. Vrienden van mij die ook in dezelfde straat wonen, die hebben de Diependaalse laan vanaf de Chinees hier. Tot aan het einde richting de snelweg helemaal afgelopen om te kijken of er misschien nog wat anders ligt. Maar die hebben gelukkig niks meer aangetroffen. Ja, en het belangrijkste is om te weten dat er in ieder geval geen tripmiddel in het bloed zat van mijn dochter. En dus alleen de amfetamine. En dat is natuurlijk erg zat. Er zat geen LSD of wat dan ook. Dat is ook wel heel erg belangrijk, want dat is gewoon super schadelijk. Ja.
Ja, je bent je rot geschrokken, je bent je dood geschrokken. Ja, ik ben er kapot van. En ja, nogmaals, de leuke reacties of de hartverwarmende reacties zijn heel fijn. Alleen de andere dingen zijn heel erg pijnlijk. En ja, ik kan niet begrijpen dat mensen zulke reacties plaatsen op Facebook of mij op die manier bejegenen. Dat is heel erg pijnlijk. Morgen komt ze thuis? Als het goed is wel. Vanochtend is besloten om nog één nachtje te houden. En ja, dan gaan ze morgen weer verder kijken. Gelukkig is ze gewoon weer Lissy en speelt ze lekker en is gewoon lekker zichzelf. En dan merk ik vrij weinig gelukkig aan haar. En dat was alleen de eerste dag. Ja, wat denk je? Kun je dit voorkomen als ouder? Ik weet het niet. Ik weet niet of je dit kunt voorkomen. Kijk, voor hetzelfde geld was het wel een bestje geweest. En was het misschien ook wel schadelijk voor haar geweest. Het is gewoon heel erg lastig. Het is gewoon belangrijk om je kind gewoon continu in de gaten te houden. Het is wel lastig als je in mijn geval alleenstaande vader bent. En je moet alles tegelijkertijd doen. Dus het is gewoon heel erg lastig. Ja. En de hond moet plassen? En de hond moet ook plassen, ja. Ja, dat moet ook gebeuren. Ik ken het helaas niet op het toilet. Ja, zoals je hier ook kunt zien, ligt er ook gewoon een open fles alcohol. Ik weet niet of er nog wat in zit. Ja, dit is gewoon de doorgaande route richting het centrum. Dat is die kant op. Ja, en dit ligt hier ook gewoon. Maar ja, kan ik dat voorkomen? Ik denk dat alleen maar degene die kan het voorkomen, die het daar heeft neergegooid. En ik denk dat mensen en ouders hun kinderen ook bewust van moeten maken. Dat als je dingen meeneemt op straat, alcohol, drugs, weet ik wat, dat je dat sowieso niet laat slingeren. En dat je dat lekker in de prullenbak.